Ach, Tweede Kamerlid. Wist u dat 90% van de sterfte door longkanker bij mannen wordt veroorzaakt door roken? Ik ben Johannes de Boer, huisarts in Amsterdam. Als arts komen we vaak pas heel laat in beeld bij mensen die de gevolgen ondervinden van het roken. U kunt als beleidsmaker veel eerder in dit proces optreden en impact hebben door beleid te maken dat gericht is op preventie. Vandaar deze oproep om strenge maatregelen te treffen, om roken zoveel mogelijk uit de maatschappij te bannen, om de late gevolgen ervan te voorkomen. Alvast mijn dank.